Zeer bedankt. Ik heropen de vergadering van de Tijdelijke Parlementaire Onderzoekscommissie ICT. Heet van harte welkom de heer Remkes. We gaan een gesprek met u voeren. Dat zal vooral worden gevoerd door mevrouw Bruinslot en de heer Ulenbelt. Maar de andere leden van de commissie, mevrouw Fokker, de heer Van Meijen en ikzelf, luisteren aandachtig. Zullen u wellicht ook wat vragen? Nou, de meeste mensen kennen u wel. U heeft een lange professionele carrière in het bestuurlijke politieke veld. Beginnend met het voorzitterschap van de JOVD en vooralsnog hoogtepunt commissarisschap des Konings. En in de tussentijd bent u ook minister geweest voor het onderwerp dat wij vandaag met u zouden willen bespreken. Hartelijk welkom. Ik geef het woord aan de heer. Nee, ik had één vooraf vraagje aan u. Ook voor mensen die misschien met ons meekijken hoe dat dan werkt. U werd minister in het kabinet Balken en de Een. En toen was voor het project C2000, waar we ook het vorige gesprek over hebben gevoerd, was de eerste verantwoordelijke was staatssecretaris Hessing. Toen viel dat kabinet, mei 2003, een nieuw kabinet, Balken en de Twee. En toen was die staatssecretaris ineens weg, die was niet meer nodig en toen ging u dat project doen. Hoe werkt zoiets? Hoe gaat dat? Dat iemand die eerst toch heel nuttig en nodig lijkt, dan daarna ineens niet nuttig en nodig lijkt. En dat dan de minister er wel even bij kan doen. U refereert er terecht aan, want mij verbaasde in de brief al, die ik kreeg, dat u met name met mij wilde praten over de periode 2002-2003. Ja, en toen was de staatssecretaris inderdaad verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid heb ik in eind mei, begin juni van hem overgenomen. En hoe werkt dat? En volgens mij hoef ik deze caféhelder niet te vertellen hoe de bier verkocht moet worden. Dat is een onderhandelingsproces. Maar er zitten nog een paar andere mensen aan de toog en die willen het ook weten. Volgens mij is iedereen voldoende ingevoerd om te weten hoe dat ongeveer werkt. Maar dat via is die camera daarachter zijn er nog veel meer mensen dat in dat is een onderhandelingsproces en er kwam toen op Binnenlandse Zaken kwam er een minister bij. En daar is natuurlijk over gepraat. Wat de taakverdeling tussen collega De Graaf, toen collega De Graaf en ondergetekende zou moeten zijn. En toen zijn wij uiteindelijk, en dat gebeurt natuurlijk door diegenen die primair verantwoordelijk zijn voor de kabinetsformatie, toen zijn wij tot deze taakverdeling gekomen. En was het toen al een, zoals oud-minister Brinkman ooit eens gezegd heeft, was het toen al een rottend dossier of had het toen nog gewoon overzichtelijke proporties? Nou, dat liep in de tijd gezien volgens mij redelijk parallel. De publicatie van het rekenkameronderzoek en de overname door ondergetekende van die verantwoordelijkheid. Dus je wist wel wat er aan de hand was en je wist ook dat er stevige verbeterslagen zouden moeten worden gemaakt. Collega Ulenbelt. Ja, ik ben 3 keer achter elkaar minister van Binnenlandse Zaken geweest. Kabinet Balken en de 1, 2002-2003. Balken en de 2, 2003-2006. En Balken en de 3, 2006-2007. In die periode speelt C2000-project. Kunt u aangeven wat in die 3 verschillende periodes uw betrokkenheid was bij het C2000-project? Nou, voor de eerste periode heb ik dat al aangegeven. Was de staatssecretaris verantwoordelijk. Dat betekent overigens niet dat je er in je normale bestuurlijke contacten zo af en toe niet mee geconfronteerd wordt. Want ik hoorde natuurlijk langs de bestuurlijke lijn ook wel zo hier en daar dat er wat vragen waren bij het hele project. En daar kun je dan op een gegeven ogenblik, althans naar buiten toe, even niks mee. Ook omdat het onderzoek van de rekenkamer loopt. In Balken en de 2 was ik voor dat project volop verantwoordelijk. En dat eindigde eigenlijk in,
ik dacht juni 2006, toen de eindevaluatie naar de Kamer gestuurd is. U zegt dat u in die eerste periode onder Balkenende 1, toen de staatssecretaris verantwoordelijk was, bestuurlijk wel alles hoorde. Hoe sprak u daar dan over met de staatssecretaris? Ik wil niet zeggen alles hoorde, maar ik hoorde wel eens van wat. Alles. Wat u hoorde, dat was niet geruststellend, neem ik aan. Nee, ik bedoel, er waren, en dat is natuurlijk, laten we daar ook geen doekjes om winden, dat is mede de oorzaak geweest van het parlementaire onderzoek of van het rekenkameronderzoek. Dat er onrust was in het veld. En die onrust bereikt Kamerleden natuurlijk. En het zou gek zijn als die onrust volledig aan mij was voorbijgegaan. En zo is dat rekenkameronderzoek natuurlijk opgetuigd. En dat is goed geweest ook. Maar u heeft er met de staatssecretaris over gesproken. Want u bent ook verantwoordelijk voor de staatssecretaris. Nou, dat ligt staatsrechtelijk een tikkeltje ingewikkelder. Je bent verantwoordelijk voor het departement. Maar de staatssecretaris is volop verantwoordelijk voor zijn eigen portefeuille. Ik herinner mij wel dat er in de nadagen van Balkenende 1 is er in de bestuursstaf natuurlijk wel eens over gepraat. Omdat bekend was dat het rekenkameronderzoek eraan zat te komen. Dus dan informeer je ook eens even, wat is nou precies de stand van zaken? Dat is er gebeurd. En dan wacht je inderdaad de aanbevelingen van de rekenkamer af. En je moet ook in die procedure, moet je vervolgens ook reageren in de richting van de Algemene Rekenkamer. Dat is ook gebeurd. Dat kunt u ook allemaal in het rekenkamerrapport zelf teruglezen. En dan verschijnt het officiële rapport. Ja, en dan is vervolgens de vraag aan de orde. En die vraag, daar heb je natuurlijk al voor die tijd ook wel wat over na kunnen denken. Wat gaan we doen om dit project weer wat in goede banen te leiden? Maar door wie werd u in die verschillende periodes op de hoogte gesteld over C2000? Vanzelfsprekend door de medewerkers. En zoals ik net aangaf, toen ik daar niet zelf verantwoordelijk voor was. Ik bedoel, als je tegen burgemeesters aanloopt of je loopt tegen politiechefs aan, en dat gebeurde vrij regelmatig, omdat ik daar wel verantwoordelijk voor was, dan proef je wel wat zorg. En die zorg, die is in het rapport van de Rekenkamer, werd die ook wel bevestigd, omdat daar eenduidig uitkwam dat er dat er onvoldoende gecommuniceerd is, wel met de hulpverleningsdiensten, maar onvoldoende met het bestuur. En dat bestuur is in casu de gemeentelijke bestuurslaag. En dus een lastig probleem, maar de gemeente moest het wel ophoesten financieel. En daar zat dus ook de nodige zorg. Dus je kon vaststellen dat er een heel duidelijk communicatieprobleem was. Hadden we de heer Rietkerk, was Kamerlid, ook onder andere met C2000. Nog net, volgens mij. Sorry, wat zegt u? Ik zeg nog net, volgens mij, want die is vrij snel daarna vertrokken naar Overijssel. Maar hij had allerlei werkbezoeken gedaan, hij hoorde er allerlei problemen van burgemeesters, politiekorpsen. Dezelfde geluiden, neem ik aan, die u ook bereikte. Maar wat heeft u daarmee gedaan in de richting van de verantwoordelijke staatssecretaris op dat moment, de heer Hessing? Ik bedoel, je bent samen voor de politie, u was veel dan, in debat over politiezaken. Ja, maar dan reageer je zo van, zou je daar niet nog eens naar kijken? Maar bovendien wist je dat er een rekenkameronderzoek liep. Van Meenen. Ja, ik ben natuurlijk nog maar een beginnend Kamerlid. Ik zit hier nog geen 2 jaar. Maar bedoelt u nou te zeggen dat denken ophoudt als de rekenkamer in actie is? Nee, dat niet. Daarom formuleerde ik dat ook net zo. Dan vraag je de aandacht van de staatssecretaris voor die en die geluiden die je hoort. En dan mag je ervan uitgaan dat binnen zijn verantwoordelijkheid de staatssecretaris daarmee aan de slag gaat. De minister neemt de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris niet over. Dat is een ernstig misverstand. En dat moet ook vooral niet gebeuren. Weet u nog wie bijvoorbeeld
bij welke gelegenheid wat tegen u zei? Hoe ging dat? Ging dat van, meneer de minister, luister, we kennen elkaar een beetje. Nee, je werd daar, zo ging dat niet. Je wordt daar ook niet formeel op aangesproken. Maar in je normale bestuurlijke contacten, zoals gezegd met burgemeesters en met politiechefs, dan worden en passant, vaak in de marge van andere besprekingen, dan krijg je een aantal vragen te horen. Van komt dat wel goed? Nogmaals, dat werd dus bevestigd in dat rapport van de Rekenkamer. Er is in die fase, zeg maar in de aanloop naar het operationeel gaan en de uitrol, laat ik het zomaar formuleren, is er in de richting van de bestuurlijke kolom veel te weinig gecommuniceerd. En dat is op zichzelf. Weet je ook dat je praat over een buitengewoon ingewikkeld project. Ik ken eigenlijk geen innovatief project wat zo ingewikkeld in elkaar zat en zit voor een deel. Want dat project is in feite going concern. Je hebt te maken met 3 departementen. Je hebt te maken met in feite alle gemeentebesturen. Vanuit hun financiële betrokkenheid. Je hebt te maken met de 3 hulpverleningsdiensten, waaronder 25 politiekorpsen, plus KLPD, plus de KMAR. En je hebt te maken met 60, 70, 80.000 potentiële gebruikers. Dat vraagt om een hele goede communicatie en dat is aan de voorkant van het proces een onderschat probleem geweest. Daar gaan de collega's nog met u over doorpraten. Nog heel even. U bent een door de wolf geverfd bestuurder. U hoort natuurlijk altijd allerlei klachten en gedoe. Dat moet je een beetje schiften en weten wat er wel en niet belangrijk is. Had u als vrij snel door dat die geluiden van die verschillende mensen uit het veld die dan tegen u zeggen, nou meneer de minister, dit loopt niet helemaal lekker, dat dat echt iets was om stevig op te pikken? En wat zei u toen vervolgens tegen uw staatssecretaris? Nou, wat mij eigenlijk als eerste nog wel is bijgebleven, dat de voorganger van staatssecretaris Hessing, staatssecretaris De Vries, op een gegeven ogenblik in het kabinet kwam met een vrij stevig financieel probleem. En dat is toen geregeld. Ik dacht dat was in 2001. En dan ga je er vooralsnog ook weer even vanuit dat daarmee de problemen opgelost gaan worden. Dat staat mij in ieder geval nog wel vrij scherp op het netvlies. En voor het overige waren er hele boeiende verantwoordelijkheden tijdens Balkenende 1, waar de minister de handen overigens vol aan had. U bedoelt dat er nogal wat politieke discussie toen tussen niet alleen politieke discussies. En niet alleen politieke discussies, maar je had de volle verantwoordelijkheid voor de politie. Je had de volle verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke organisatie. En dat vroeg in die tijd gewoon veel aandacht. Naast het feit dat ik in het bijzonder in die kabinetsperiode ook een wat bredere politieke verantwoordelijkheid had als vicepremier. Goed, we zullen niet helemaal herhalen hoe dat kabinet functioneerde. De heer Ulebel. Een week na het verschijnen van het rapport van de Rekenkamer houdt de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken een overleg met u. Op dat moment bent u de enige verantwoordelijke voor project C2000. En het verslag zegt daarover, de minister geeft aan dat hij zich rot is geschrokken toen hij het rapport van de Algemene Rekenkamer las. Maar hij gaf tegelijkertijd toe dat hij geen zicht had op wat er bij CT1000 gebeurde in de vorige periode. Is dat niet een beetje strijdig met wat u allemaal hoorde van politiecommissarissen over hoe het ging, dat u erover sprak met de heer Hessing? Ja, dat waren dus wandelgangen verhalen. En toen het door de Rekenkamer zo hard zwart op wit werd geformuleerd in zijn conclusies, ja, daar schrik je dan van. Dat was precies wat er aan de hand was. En ik ben overigens niet geschrokken pas op het moment dat ik
eindversie van het rekenkamerrapport las, want ik had de conceptversie natuurlijk al eerder gelezen. Maar kennelijk was u dan al op de hoogte van de geluiden van politiecommissarissen, politiemannen, politievakbonden wellicht. Er loopt iets niet goed en dat bleek later te kloppen met het rekenkamerrapport. Dat waren vragen, zoals ik zojuist aangaf. En ik kende de finesses van het project niet. Want in juli 2002 kwam u als minister het departement op. Toen was Gijs de Vries daarvoor inderdaad verantwoordelijk staatssecretaris op het gebied van C2000. Welke informatie heeft u toen de tijd in uw inwerkdossier gehad over C2000? In de periode van juli 2002, voordat er nog sprake was van dat algemene rekenkamerrapport? Volgens mij was er een apart informatiedossier, maar hou mij ten goede, voor de staatssecretaris en voor de ondergetekende portefeuille gekoppeld. Maar er zal ongetwijfeld er ook iets in het informatiedossier, in wat meer algemene zin, in het inwerkdossier van ondergetekende gestaan hebben. Maar als u mij vraagt wat, maar dat is allemaal na te lezen. Het waren in ieder geval, u kreeg toen niet, toen u aantrad, signalen vanuit de organisatie dat het niet goed ging met het project. Dat is mij in ieder geval uit het inwerkdossier niet met zoveel woorden bijgebleven. Maar volgens mij zijn die dossiers op het departement op te vragen. Dus u kunt dat nalezen. U had het zo net ook over dat in 2001 staatssecretaris De Vries ook in de ministerraad kwam met een financieel probleem. Dat is toen opgelost. U kwam zelf natuurlijk in 2002 op dat departement. Had u toen al een verband daartussen gezien van dat financiële probleem van De Vries dat opgelost was? En eigenlijk ook de dossiers die overkwamen in 2002? Nee, ik heb dat zojuist in feite al aangegeven. Toen ik op Binnenlandse Zaken kwam en het project C2000, dat associeerde ik toen nog met de discussie die Gijs De Vries in de ministerraad had over extra geld. Nou, en dat extra geld is er toen gekomen. En dan gaat een normaal mens ervan uit dat dan in ieder geval voorlopig het probleem opgelost is. En voor het overige, zoals ze zegt, en zo werkt het. En de voorzitter vroeg mij net, ja, voor al die mensen die niet begrijpen van hoe het werkt dus echt zo dat als de staatssecretaris ergens verantwoordelijk voor is, dan is die ook verantwoordelijk en dan wordt hij geacht dat te doen. En de minister die houdt zich bezig met zijn eigen verantwoordelijkheden. Om op dat punt nog iets verder in te gaan. U gaf zelf aan dat het rapport van de Algemene Rekenkamer werd toen gevraagd. U zegt dat was voor mij echt een moment om het strakker te gaan volgen. Nou heeft staatssecretaris Hessing hier eerst in de Kamer aangegeven dat hij eigenlijk het Algemene Rekenkamerrapport helemaal niet nuttig vond. Hij zag er geen meerwaarde in. Was u het met hem eens dat het geen meerwaarde had? Ik heb net aangegeven dat ik die exercitie van de Algemene Rekenkamer buitengewoon nuttig vond. En dat heeft een wake-up call betekend om het project weer beter in het gareel te laten gaan. En het heeft met name ook betekend, dat herinner ik mij nog wel, dat die notie die in het rapport stond van de communicatie moet verbeterd worden, dat volgens mij al eind juni, want ik herinner mij al vrij kort na mijn eigen aantreden dat er een bestuurlijk overleg is geweest, breed. En dat heeft geleid tot een bestuurlijke intentieverklaring en volgens mij iets later tot wat we later zijn gaan noemen het spoorboekje, waarin de zaken wat precies werden uitgelijnd en waarbij geprobeerd is om alle betrokken partijen die aan de bal zouden moeten zijn, om die partijen ook in de richting van hun eigen achterbannen ook gewoon weer goed bij de les te krijgen en een aantal vragen en onzekerheden over dit hele traject weg te nemen. Want heel veel van de onrust vloeit natuurlijk voort uit onzekerheid, zeker als het gaat om een innovatief project van een omvang als deze.
Op dat punt gaan we zeker nog zo uitgebreider in. Maar de vraag die ik zo net stelde was... was u toen met staatssecretaris Hessing eens dat hij tegen de Kamer toen zei... ik heb helemaal geen behoefte aan dat rapport van de Algemene Rekenkamer. Ik weet niet, wanneer heeft de staatssecretaris dat gezegd? Dat heeft hij in het AO gezegd, het algemeen overleg... wat hij toen de tijd had met de Kamer in december 2002. Nou ja, u kunt uit mijn woorden nu afleiden dat ik het daar dus niet mee eens was. Nee. Want om daar nog verder naar terug te kijken... en dan ook vooral inderdaad naar de verhouding tussen de Tweede Kamer en ook het kabinet... is dat de vertraging die ook in het traject zat van project C2000... die werd in januari 2003 wel aan de kabinetsinformateur gemeld. Maar tegelijkertijd ging er ook in februari een brief naar de Tweede Kamer... waarin stond dat er geen vertraging in het project was. Dus de kabinetsinformateur werd door het ministerie beter geïnformeerd, anders geïnformeerd dan de Tweede Kamer. Hoe kijkt u daarnaar? Wat is uw oordeel daarover? Ja, dan zou ik die brief moeten lezen. En zoals gezegd, die brief is niet door ondergetekende getekend. Het was een overgang van de kabinetsperiode. Betekent dat de informatie die naar de kabinetsinformateur ging, was niet informatie die altijd via het bureau van de bewindspersonen ging? Ja, dan herhaal ik mijzelf. Dan zou ik de brief moeten zien en dan zou ik ook even letterlijk de informatie moeten zien die naar de kabinetsformateur is gegaan. Nou, die heb ik hier niet paraat, maar de feiten zijn, nogmaals, dat de Kamer niet dezelfde informatie kreeg als de kabinetsinformateur. Mijn vraag aan u is gewoon, wat vindt u daarvan? Ik vind dat er sprake moet zijn van transparante informatie en van gelijke informatie. En ook dat is in het rekenkamerrapport natuurlijk, is daar de vinger wel bij gelegd. Want een van de conclusies van de rekenkamer was dat de Kamer onvoldoende was geïnformeerd. Overigens, want dat is volgens mij toen ook nog wel een discussie geweest. Het was een groot project. Met alle eisen in termen van informatie die daaruit voortvloeien. En volgens mij heeft de rekenkamer in de richting van de Kamer ook aangegeven. U hebt er destijds onvoldoende op gelet of de informatievoorziening in het kader van de grote projectenregeling wel adequaat was. Daarmee probeer ik overigens niets goed te praten van die andere conclusie van de rekenkamer, want dat staat erin. Dus ik bedoel, als dit een bevestiging is van het beeld wat u gekregen hebt, dan klopt dat. Ja, maar daar komen we ook nog over te spreken, dat is ook helder. Er zijn meerdere actoren die hier de boel niet goed genoeg hebben opgepikt. Maar dus het antwoord op mijn vraag, wat vindt u ervan dat de Kamer niet op dezelfde wijze werd geïnformeerd als de kabinetsinformateur, daarvan zegt u, ja, dat deugt natuurlijk gewoon niet. Ik vind dat er sprake moet zijn van gelijke informatie en de Kamer moet volstrekt volledig worden geïnformeerd. Zo simpel is het. Mevrouw Wijsselt. U gaf zo net al aan dat in juni 2003, toen u het dossier C2000 in uw portefeuille kreeg, toen heeft u een eenhoofdige projectdirectie aangesteld. Misschien nog goed om terug te kijken van waarom dat niet in de periode van Balkenende 1 gebeurde. Kijk, ik vind het allemaal prima. Op die vragen geef ik dus geen antwoord. Want u kent het antwoord. Die verantwoordelijkheid lag niet bij mij. Die verantwoordelijkheid lag bij de staatssecretaris. En ik heb geen zin om zaken die niet tot mijn verantwoordelijkheid behoren, om daar bij deze gelegenheid wel op in te gaan. Dan moet u die vragen stellen aan de toenmalige staatssecretaris. Nou ja, dat laat toch onverlet dat u zijn minister was. En ik weet wel hoe de staatsrechtelijke verhoudingen zijn. Maar uiteindelijk mag u daar in zekere zin wel degelijk ook op worden aangesproken. Nee. En waarom niet? In politiek opzicht niet. Als de staatssecretaris in problemen komt, kan de minister ook in problemen komen? Als daar een oorzakelijke aanleiding voor is, ja. Ik ga die discussie verder niet met u maken. Mevrouw Bruinslot, of de heer Ulebelt.
Dat is inderdaad een interessante les staatsrecht, maar dat kunnen we misschien beter op een ander moment doen. Was de directe aanleiding voor die eenhoofdige projectdirectie, was dat het Algemene Rekenkamerrapport? Of waren er nog andere redenen om daarmee van start te gaan? Nou, in directe zin wel. Maar zoals gezegd, je kende uit het conceptrapport en uit wat ik zojuist noemde wandelgangenverhaal, en kende je wel, of laat ik het zo, wist je dat er wat aan de hand was. En er was dus ook voor de officiële verschijning van het rekenkamerrapport was al wel in organisatorische zin nagedacht over de vraag van wat moet er aan sturing bij dat project verbeteren. Het ITO, dat was de baat- en lastendienst van het departement, stond op enige afstand van het departement. En de beslissing die in de combinatie tot die eenhoofdige projectdirectie werd genomen, dat is dat ook de aansturing vanuit het departement in de richting van het ITO, althans die delen die rechtstreeks te maken hadden met C2000, dat een beetje qua sturing een beetje straffer werd geregeld. Als ik dan ook kijk naar de inrichting van die projectdirectie, dan valt die ook bijna direct samen met de komst van een nieuwe directeur-generaal bij Openbare Orde en Veiligheid. En als we kijken naar de interviews die met de heer Schoof in die periode in het tijdschrift voor de politie ook stond, dan zegt hij heel duidelijk van ja, toen ik daar binnenkwam op C2000 vielen mij een aantal zaken op. Te veel, te diffuus, te veel stuurgroepen, lange beslislijnen, geen relatie tussen de operationele en bestuurlijke veld. In hoeverre is die wisseling van directeur-generaal nog op dat departement van invloed geweest op de sturing die op dat project C2000 zat? De heer Schoof heeft over het algemeen hele verstandige teksten. De positie van een DG is natuurlijk waar het gaat om dit soort organisatorische vraagstukken van belang. Er is dus ook, als u neemt mij niet kwalijk dat ik de tekst van dat interview niet ken, maar is dat ook een hele verstandige tekst. Wat ook weer spoort met de bevindingen van de Rekenkamer in feite. De Rekenkamer die trekt hele harde conclusies. Ze stellen een hoop onvolkomenheden vast, door de jaren heen geen deugdelijk beleid, beeld kunnen krijgen van de financiële, inhoudelijke en planningtechnische aspecten van het C2000-project. De financiële informatie en de voortgangsinformatie was structureel van onvoldoende kwaliteit. Ze stellen ook vast dat op 2/3 van de punten die gelden voor een groot project niet aan de eisen werd voldaan. De accountantscontrole die vertoont grote gebreken. De Kamer niet geïnformeerd over opleverdata. U was zich rot geschrokken, maar u bent het ook eens met deze inhoudelijke conclusies die de Rekenkamer toetrok. Aan de informatieverstrekking aan de Kamer, daar heeft het een en ander aan geschort. En daar is primair de zender voor verantwoordelijk. Maar daar is ook in het kader van de bewaking, daar doelde ik zojuist op, de bewaking van de inhoudelijke aspecten van de grote projectenprocedure, ook de ontvanger, draagt daar een zekere verantwoordelijkheid. Maar primair is de zender verantwoordelijk. Maar door het rapport van de Algemene Rekenkamer ontstaat er een beeld over het ministerie waarvoor u verantwoordelijk bent, waar je niet vrolijk van wordt. Heeft u in die periode überhaupt gezien de ernst van de kritiek en de imagoschade voor uw ministerie, waar u toen minister was, overwogen om af te treden? Is dat in u opgekomen? Een week nadat het... Uh, ik,
ik weet niet precies meer wanneer de officiële aanbiedings... Maar volgens mij, ik denk dat ik een week op het departement zat toen het rapport werd aangeboden. Antwoord is dus nee. Maar een minister is ook verantwoordelijk voor wat er daarvoor is gebeurd. U zat al op het ministerie? Nee, dan is... Ik bedoel, ik snap wel dat u die vraag politiek stelt, maar dan is de vraag veel meer, hoe organiseren wij het zo dat het beter gaat? Dat is op dat ogenblik je verantwoordelijkheid. Over hoe dat beter is gegaan, daar komen we straks te spreken. U zei toen ook, en dat begon u net ook mee in uw antwoord op mijn vraag over uw rol, de Kamer die moet ook eens naar zichzelf kijken, want u heeft gezegd dat er voor de Kamerleden reden is om stil te staan bij de aard van het besluitvormingsproces rondom grote projecten. Wat bedoelde u daar toen mee? Ik denk dat ik daar hetzelfde mee bedoelde wat ik er nu ook mee bedoel. Dat als de beslissing wordt genomen om iets tot groot project te verheffen, dan dient de Kamer ook te bewaken of wel aan alles wordt voldaan wat in het kader van de grote projectenprocedure is voorgeschreven. Maar ja, we hebben nu net hiervoor een Kamerlid gehad die nogal getrokken heeft aan de informatievoorziening aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat hij zich grote zorgen maakte over wat hij hoorde van politiekorpsen en burgemeesters. Ja, maar ik herinner mij niet dat de heer Rietkerk mij daarover heeft aangesproken. Had dat geholpen? Ik ben altijd buitengewoon parlementair gevoelig geweest. Dus als Kamerleden, dan had ik hem naar de staatssecretaris verwezen overigens. Dus het had niet geholpen? Ik ben altijd buitengewoon parlementair gevoelig. Maar u had hem verwezen, dus dan... De heer Rietkerk heeft het ook niet gedaan. Dat wist hij dan waarschijnlijk al. Het heeft toch geen zin. Dat wist de heer Rietkerk niet. Dat het geen zin. De heer Rietkerk heeft het niet geprobeerd volgens mij. Tenzij mijn geheugen mij nu helemaal in de steek laat. Maar ik herinner mij niet dat de heer Rietkerk of andere Kamerleden mij in die periode aangeschoten hebben over C2000. En waar na het verschijnen van het rapport van de Algemene Rekenkamer waren ook Kamerleden die zeiden dat die Kamerleden het schaamrood op de kaken moesten krijgen over hun eigen rol. Bent u dat met dat Kamerlid eens? Welk Kamerlid citeert u nou? Ik citeer nu Joost Eertmans. Ach, de heer Eertmans heeft altijd een geprononceerde wijze van uitdrukken gehad. Ik zou het niet op deze manier uitdrukken. Maar u zei wel dat de Kamer, en dat heeft u het wat parlementairer uitgedrukt, dat de Kamer ook naar zichzelf moet kijken over zijn rol in de besluitvorming van dit soort projecten. Ja, wat bedoelde u daar dan mee? Dat is toch hetzelfde als wat Eertmans zegt? Nee, ja, daarom zeg ik even precies het schaamrood. Ieder vogeltje is eens zoals die gebekt is. Eertmans drukt het op deze manier uit. Ik druk het liever op een andere manier uit. En het was niet nieuw, want het staat ook in het rapport van de Rekenkamer zelf. Maar even voor mijn begrip, want hoe zou u het dan nu zeggen over de rol van de Kamer? Want kijk, destijds als minister zeg je dat niet, maar... De Kamer moet, en nou herhaal ik mijzelf, als het gaat om projecten die de Kamer tot groot project heeft gebombardeerd, moet zelf als een bok op de havenkist controleren of aan alle vereisten in dat proces wordt voldaan. Waarbij het helpt, maar dat komen we vast later in dit gesprek nog tegen, als de Kamer dan ook van de juiste informatie wordt voorzien vanuit de departementen. Ja, maar de Kamer kan, dat is een beetje dan een kip-en-ei-vraag, de Kamer kan natuurlijk wel nagaan of aan alle vormvereisten, bijvoorbeeld door een accountant gevalideerde de informatieverschaffing, of aan alle vormvereisten wordt voldaan. Zeker, maar niettemin helpt het als de Kamer juist wordt geïnformeerd. Nee, maar dat heb ik zojuist al gezegd. Dat is niet de discussie. Dat kan ook kwaad om het nog een keer te halen, toch? Dat is niet van de... Nee, in dit huis
is het goed om daar een hele dikke streep onder te zetten. Tuurlijk wel. Nou, ook daarbuiten. Maar goed. U bent een maand, zit u als minister in Balkenende 2. En dan krijgen we volgens mij hier een nieuw fenomeen. Er wordt een motie van treurnis ingediend. Vreselijk. Door de heer Slob. Die motie is overigens niet aangenomen. Nee. Maar wat vond u daarvan? Ik vreselijk, heb, zegt u? Wat is daar vreselijk aan? Ik heb... laat ik het zomaar zeggen. Ik vind dat in wat meer algemene zin de Kamer selectiever moet zijn bij het gebruik van parlementaire wapens. En een motie van treurnis is een fenomeen wat ik verafschuw. Dus duidelijkheid. Of een motie van wantrouwen of afkeuring, maar moties van treurnis, daar word je diep droevig van. Als ik dan morgen een motie van treurnis zou indienen, omdat ik treur over iets hier in de Kamer, welk gevolg zou een minister daar dan aan moeten verbinden als die wordt aangenomen? Dat hangt van de minister af. Ook daarvoor geldt dat je daar geen algemene wijsheden aan kunt verbinden. U hebt na kunnen lezen wat ik over die motie heb gezegd. Maar vond u het niet een interessant compromis? Dus aan de ene kant een aantal Kamerleden die vonden dat ze zelf tekort waren geschoten. Het kritische rapport van de Rekenkamer die zegt het ministerie is tekort geschoten. Dat ze er dan met een motie van treurnis zo denken uit te komen. Ja, volgens mij heb ik een voldoende waardeoordeel over dat fenomeen gegeven. Een van de zaken die wij ook onderzoeken is... of eisen vanuit de Kamer eigenlijk leiden tot een soort doelverbreding van ICT-projecten. En daardoor nemen de kosten toe. En een van de zaken die ook in het C2000 is gebeurd, dat is dat in 1999 de heer Rietkerk een motie heeft ingediend om een drielandenproef in de grensgebieden Aken, Luik en Maastricht uit te voeren. In 2003 is dat onder uw verantwoordelijkheid gebeurd. Toen is pas die motie eigenlijk uitgevoerd. En in hoeverre vindt u zelf de drielandenproef in 2003 een voorbeeld van doelverbreding binnen een ICT-project? Ik zou u het niet kunnen zeggen. Dat is een helder antwoord in elk geval. Laat ik dan doorstappen op een ander punt. Maar heeft u zich toen wel actief mee bezig gehouden met die drielandenproef? Ik kende die motie van de heer Rietkerk natuurlijk niet. Toen zat ik nog breed uit op front. De uitvoering was in de periode dat u minister was. Ja, maar ik weet nog wel dat die proef aan de orde was, maar ik weet niet meer dat het ging om de uitvoering van de motie Rietkerk. Dus voor u was het een gegeven? Ik vond dat eerlijk gezegd in het kader van, want dat was natuurlijk een van de doelstellingen van C2000, ook een verbetering in het kader van de Schengen-afspraak, een verbetering van de internationale communicatie. Een alleszins voor de hand liggende proef. En daar zegt u eigenlijk, als ik u zo hoor, het was voor mij geen doelverbreding. Het was gewoon onderdeel van het project en het moest sowieso gedaan worden. De doelstelling was, of een van de doelstellingen was verbetering van de internationale communicatie. En welk stempel daar dan opgedrukt wordt, dat vind ik eerlijk gezegd minder belangrijk. Het gaat om de vraag of die doelstelling ook bereikt wordt. Als het gaat om het bereiken van doelstellingen is natuurlijk ook meerdere keren eigenlijk het moment dat C2000 zou worden opgeleverd is verlengd, vertraagd. En tijdens het algemene overleg van 9 juli 2003 heeft u hier ook over gesproken. Toen had u over het juridisch geschil met Tetranet. En u was toen de tijd een mediation traject geleid en dat leidde tot nieuwe afspraken met Tetranet, onder andere over boetemomenten. En mijn vraag eigenlijk aan u is, in hoeverre zijn naar uw weten ooit boetes opgelegd? Omdat de opleverdatum van 1 juli 2004 natuurlijk uiteindelijk niet gehaald is. Maar die was wel in het nieuwe overeenkomst die u met Tetranet had gesloten als harde eis neergelegd. Of er boetes zijn opgelegd, dat weet ik niet. Volgens mij, kijk, als... En want dan praat je ook over de oorzaken van vertraging.
En die oorzaken die kunnen soms zijn, en dat was hier ook wel wat aan de orde, dat er gesteggeld is over contracten. Maar vanwege de gecompliceerdheid van het project, soms lagen die oorzaken ook elders. Dus niet te wijten aan de hoofdleverancier. Ja, en dan kun je ervoor kiezen om in een eindeloos juridisch proces te komen. Dan weet je dus ook dat als je die weg kiest, dat de oorzaak of dat de mogelijkheid van verdere vertraging levensgroot aanwezig is. Dus ik vermoed dat er geprobeerd is om daar in alle redelijkheid uit te komen. Als het gaat om die 2 jaar, grosso modo dacht ik 2 jaar vertraging, dan zit een deel van de oorzaak zit bij de regionale uitrol. En dat heeft te maken met de scholing van mensen, dat heeft te maken met de realisering van antennes en weet ik veel wat voor dingen allemaal meer. En dat is dus niet eenduidig toerekenbaar aan Tetranet. Tetranet is de hoofdleverancier en begrijp ik het goed uit uw uitleg dat u zegt van ja, je kan wel naar een juridisch instrument grijpen op het moment dat het uitloopt, maar je loopt dan wel het risico dat het verder vertraagt, dat het duurder wordt. En dat kunnen redenen zijn om uiteindelijk iemand niet aan het contract te houden. Kijk, en wat mij betreft op neerkomt, dat is dat je in zo'n proces primair in overeenstemming met de leveranciers moet proberen tot een oplossing te komen. Ik maak daar overigens wel één opmerking bij, in veel meer algemene zin, want ik mis die notie nog wel eens als het om dit type discussies gaat. En dat maakt in feite niet uit of je spreekt over aanbestedingsprocessen in de harde infrastructuur, of dat je spreekt over dit soort processen. Het vraagt om professioneel opdrachtgeverschap. Het vraagt om kwalitatief goede mensen bij de overheid. En ik wil u wel zeggen, met alle outsourcingsbewegingen die de afgelopen jaren ook gaande zijn geweest, dat ik bredere zorg heb of de overheid, en dan gaat het dus niet specifiek over ICT, maar of de overheid erin slaagt om voldoende kwalitatief goede mensen binnen de poort te houden. En als u antwoord geeft op de vraag die u eigenlijk nu zelf neerlegt? Dan is het antwoord in een aantal opzichten nee. En dat heeft ook te maken met de populistische wijze waarop er vaak over onze ambtenaren wordt gesproken. En dan als het gaat om de populistische wijze, kijkt u dan ook naar de Tweede Kamer bijvoorbeeld? Of er wordt ergens over gesproken, wie doelt u dan op? Ik hoor die geluiden ook wel eens, die makkelijke verhalen, ook wel eens hier vanuit de Kamer, ja. Heeft u in de periode dat u zat ook juridische adviezen gekregen over de uitvoering van het contract? En dat heeft ongetwijfeld het natuurlijke rapportagemoment ook voor een bewindspersoon was natuurlijk de rapportage aan de Kamer in verband met de status van groot project. Dat was het vaste moment. En daar zullen ongetwijfeld en dat is dan, als dat aan de orde geweest is, dan is dat ook onderdeel, althans in samenvattende zin, van die rapportages. Dus dat is volgens mij allemaal terug te lezen. Ik heb dat met permissie niet gedaan, want ik kreeg begin vorige week, ik geloof 15 centimeter papier. Toen dacht ik, de commissie maakt het mij wel erg gemakkelijk, want dat lees ik natuurlijk allemaal niet. Het is, er is eigenlijk, om het zo maar te zeggen, in de rapportage naar de Kamer komt het uiteindelijk niet meer terug. En dat is het opvallende, ook omdat er duidelijk over gesproken is en ook gewoon informatie is geleverd. Er waren zogenaamde boete milestones.
Maar in ieder geval uit uw verhaal maak ik op dat er geen gerechtelijke procedure in ieder geval ooit Er staat mij ook bij dat dat niet aan de orde geweest is. En dat het gewoon langs middellijke weg is geprobeerd is om dat op te lossen. Dank u wel. In 2006 is het C2000 project klaar. Het heeft dan 765 miljoen euro gekost. 30% meer dan, dan ooit was bedacht. Het kost 86 miljoen aan exploitatie. 100% meer dan verwacht. Maar vervolgens blijkt dat er nog allerlei problemen zijn met het functioneren van C2000. Er wordt zelfs een apart project voor opgezet. ODIN, wat staat voor oplossen dekkingsissues Nederland. En dat project, en we leven nu 2014, is ook nog steeds niet af. Hoe kijkt u dat tegenaan? Ja, kijk, ik scheld niet op ambtenaren, ik stel een aantal dingen vast. Nee, maar er waren bij die oplevering van die eindrapportage in 2006... waren een paar dingen volstrekt helder. In de eerste plaats dat er nog zorg was over dekking. Er waren volgens mij bij de brandweer waren nog wat discussies over pagers. En wat ook duidelijk was, dat het project C2000 een altijd in ontwikkeling zijn project is. Omdat dat dekkingsvraagstuk afhankelijk is van verstedelijkingsontwikkelingen. Andere ontwikkelingen die bepalend zijn voor de dekking. En ik ken een situatie in mijn eigen provincie. Dat is, dacht ik, het onderdeel van dat proces waar u nou op doelt. Dat gaat volgens mij over de gemeente Heiloo. Het kan ook Bergen zijn. Nou, daar moet eigenlijk nog een opstelpunt bij komen. De gemeenteraad heeft het daar erg moeilijk mee. Ja, van dat soort externe factoren ben je dus afhankelijk. Dat geloof ik allemaal graag. Maar een mast, één mast meer of minder, dat is toch niet verantwoordelijk voor zulke bedragen? En u doet het nu een beetje voorkomen als kleine problemen, maar als het een kleine problemen zijn, dan hadden we die toch tussen 2006 en 2014 al lang opgelost kunnen hebben. Ja, maar u moet mij die vragen over de periode 2006-2014 niet stellen. Nee, maar die vragen zijn bij mij aan het verkeerde adres. Maar de vraag is dan, als wij na dat uw verantwoordelijkheid daarover is opgehouden, wij allerlei problemen vaststellen, want het was niet alleen het geld. Er zijn ook naar aanleiding van een aantal grote calamiteiten, het vertrouwen onder de hulpverleners absoluut weg is als het gaat om C2000. Dan kun je toch niet zeggen dat het project wat u heeft afgeleverd in 2006, dat heeft voldaan? Ik zal u zeggen, ik behoor niet tot diegenen die zeggen dat het project C2000 mislukt is. Ik heb het woord mislukken niet in mijn mond genomen, dat het niet heeft voldaan. Nee, het project, ook terugkijkende, maar het is wel aardig om daar ook de opvattingen van de huidige minister van Veiligheid en Justitie eens over te horen. En wat wij toen in 2006 hebben vastgesteld, en daar is ook volgens mij op een goede manier parlementair over gedebatteerd, dat is dat het inderdaad duurder is geworden. En dat is onmiskenbaar zo. Daar moet je overigens ten opzichte van 1996 wel even een paar factoren bij betrekken. Zoals inflatie, en volgens mij is er ook nog enige discussie over BTW geweest. Het project heeft wat langer geduurd. Te wijten aan een range aan oorzaken. Maar de functionaliteiten die opgeleverd moesten worden,
die zijn grosso modo opgeleverd. Ik herinner mij, en dat was destijds ook al een hele discussie met de Kamer. En dat is later ook wel een discussie geweest. De discussie over de zogenaamde binnenhuisdekking. Vanaf het allereerste moment, toen het project in de stijgers werd gezet, was duidelijk dat het standaard geen binnenhuisdekking opleverde. En dat er dus op die locaties waar dat nodig zou zijn uit een oogpunt van openbare orde en veiligheid, bijvoorbeeld voetbalstadions, dat daar specifieke voorzieningen getroffen moesten worden door de eigenaren. Vanaf het allereerste moment duidelijk geweest. Ja, dan moet je achteraf niet dat project gaan beoordelen op de vraag, als ware er wel binnenhuisdekking voorgeschreven, want dat was niet zo. Nou ja, wij proberen hier lessen te trekken uit projecten zoals ze zijn gegaan. En wat wij vaststellen, dat is dat de uiteindelijke gebruikers, de ambulance mensen, de koninklijke marechaussee, de politiemannen, de brandweermannen, dat die helemaal aan het begin niet is gevraagd van wat wil je hebben. En dan komt er aan het eind uit dat er geen binnenhuisdekking is. En dan denken die brandweermannen, ja, maar ik ga dat brandend huis niet meer in als ik niet met mijn collega's kan communiceren. Is dat een les die getrokken kan worden uit dit project, dat je in een vroegtijdig stadium met uiteindelijke gebruikers moet spreken? Ik denk dat de belangrijkste les die je uit dit project kunt trekken, en dat heeft ook al in dat rekenkameronderzoek gezeten, er is onvoldoende geïnvesteerd aan de voorkant van het traject. Op de vraag van wat zijn de doelstellingen die we hiermee willen, wat zijn de kosten, wat betekent het voor het Rijk en wat betekent het voor de regionale partijen, of welke eisen worden er gesteld aan de communicatie. Dat is volgens mij de belangrijkste les. En dat is in ieder geval voor een deel ook wel antwoord op uw vraag. Want dat betekent dus ook communicatie met de mensen die het moeten gaan gebruiken. Dat is voor mij de belangrijkste les die je hier uit dit project kunt trekken. En die mensen is destijds, maar dat had dan in 1996, 1999 moeten zijn, voordat de aanbesteding plaatsvond. Wat was het probleem wat opgelost moest worden? Het probleem, volstrekt verouderde de communicatietechnologie. Ik dacht 100 gescheiden netten. Volstrekt internationaal tekortschietende communicatiemogelijkheden. Dat was in de kern het probleem wat opgelost moest worden. En daar was via Tetra nieuwe technologie op de markt. En dan praat je vervolgens over de vraag welke functionaliteiten wil je meenemen. Het probleem wat in die discussie aan de orde is gekomen, dat was het probleem dat er vanuit die verschillende hulpverleningsdiensten in feite onvoldoende aanvraagarticulatie werd gedaan. Dus dat onvoldoende duidelijk werd van aan welke functionele eisen moet het systeem nou voldoen. En dat heeft iets te maken met de communicatie ook en verwachtingpatronen die gebruikers daaraan stellen. Maar even terug naar, in 2006 wordt het project opgeleverd. Er wordt dan in de eindevaluatie wordt dan gezegd, C2000 functioneert goed. En de eindgebruikers zijn tevreden. Dan bent u klaar. Dan wordt die auto verkocht. En dan krijgen we allerlei trammeland. 2009 lopen de wielen eraf en zo is er van alles nog wat. Dan kun je toch achteraf niet zeggen dat dat wat onder uw verantwoordelijkheid is afgeleverd een goed product is geweest, een goede auto is geweest. Ik ben volgens mij nog verantwoordelijk voor de eindrapportage. En die eindrapportage uit 2006, die ligt op tafel zoals die er nog steeds ligt. En daar staan de tekortkomingen waar u voor een deel op doelt en de discussiepunten die toen nog aan de orde waren, die staan daar gewoon in beschreven. Zegt u daarin eigenlijk ook in het antwoord wat u ze net gaf,
we hebben de auto gekregen die we gewoon gevraagd hebben. Ja, die auto die is wat duurder geworden. Omdat die in feite nog ontworpen moest worden. Want als het gaat om kostenoverschrijdingen, dan zijn er natuurlijk altijd twee factoren. De eerste factor is je raming. En ik vermoed dat de raming voor dit project in 1996 en de aanloop daarnaartoe iets te maken heeft gehad met de technologie die toen gebruikt werd. Dus dat betekent al een tamelijk grove ramingsmethodiek. En dat heeft natuurlijk te maken met de vraag, zijn de kosten goed beheerst? Nou, daar zegt het rapport van de Rekenkamer ook iets over. Dat had beter gekund en gemoeten. En B, zijn er factoren die je wel wilt beheersen, maar die je in feite niet kunt beheersen. Zoals bijvoorbeeld het aantal opstelpunten. Want dat heeft er ook iets mee te maken. En een factor die daar ook een rol bij speelt, dat is, maar daar ben ik zojuist op ingegaan, de uitloop in de tijd. En dus de tijd die ook nodig is om je projectorganisatie in de benen te houden. Want ook dat heeft natuurlijk financiële gevolgen. En als u kijkt naar het onderhoud van die auto, die is twee keer zo duur dan van tevoren ingecalculeerd. Ja, maar die discussie zeker. En dat wordt ook goed beschreven in het rapport van de Rekenkamer. Mag ik nog even terugkomen op wat u net zei. We hebben hier bij een aantal projecten die we hebben onderzocht, en dat zal ook blijken als we dat als bijlage bij ons eindrapport vrijgeven, gevonden, en dat ook uit de gesprekken. En de een noemt het starting gate en de ander zegt bezint eer je begint. En weer een ander zegt denk nou eens goed na bij de start. Vastgesteld dat er te vaak onduidelijk is bij het begin van zo'n groot project wat we nou eigenlijk precies willen gaan doen. Heb ik u hier nu horen zeggen dat dat ook voor dit project in sterke mate gold? Ja, ik heb zojuist gezegd dat er aan de voorkant gewoon een aantal hiaten hebben gezeten en dat er meer geïnvesteerd moest worden aan de voorkant. En dat heeft ook betrekking op wat willen we precies bereiken. En ook dat heeft natuurlijk weer consequenties voor de wijze waarop je communiceert. Want je zult in de richting van dat hele gecompliceerde veld is in het project dus onvoldoende succesvol geweest, om het maar voorzichtig uit te drukken, wat je er precies mee wilde bereiken en wat de consequenties voor al die hele kerstboom aan organisaties en voor de mensen die ermee moeten werken zouden zijn. Maar dit was dus een valse start, die is nooit meer ingehaald? Nou, die is dat is nooit meer helemaal goed te maken, maar die verbeterslag, en dat wordt in het Rekenkamerrapport natuurlijk ook wel gesignaleerd, want de Rekenkamer signaleert dat er, en volgens mij vanaf 2000 sprake is van verbeteringen. En de verbeterslag die na verschijning van het rapport van de Rekenkamer is gemaakt, die heeft in ieder geval de problemen voor een niet onbelangrijk deel wel opgelost. Iets anders, u zei net, kom mij niet aan boord met vragen over wat er na 2006 gebeurde, want toen was ik niet meer verantwoordelijk. En toch vraag ik u het volgende. In 2009 gaat er drie keer iets mis. Collega Ulebelt sprak er ook al kort over. De crash met het Turkse vliegtuig, aanslag Koninginnedag, strandrellen Hoek van Holland. En in die drie gevallen werkt het systeem sinds 2000 niet. Was dat dan toch niet een moment waarop u dacht, jeetje, ik had gewoon in 2003 of in 2006 de stekker eruit moeten trekken? Nou, dat laatste in ieder geval niet. Want er was geen alternatief. Waar je dan wel over de discussie over had moeten voeren misschien. Maar ik ken de analyses niet van
ik bedoel, ik heb dat in de krant natuurlijk wel gelezen. U bent een vrij goed krantenlezer, meen ik me te herinneren. Maar dat is redelijk op de hand. Ja, maar ik weet niet of in analytische zin in de pers wel loepzuiver altijd beschreven wordt op welk onderdeel het precies fout is gegaan. Dat kan in de menselijke factor zitten. Dat kan in de technologie zitten. Dat kan overigens ook in de samenwerkingscultuur zitten. Als je daar een oorzakelijk verband wilt leggen, dan moet je echt even preciezer in de feiten zoals ze zich wel en niet hebben voltrokken duiken. Want anders is die discussie mij veel te algemeen. Nou goed, het is in die zin betrekkelijk simpel. Maar goed, ik zal u, als u dat gewoon niet wilt bespreken, dan heeft het ook niet zoveel zin. Maar in ieder geval, hulpverleners werden in 2009 geconfronteerd met communicatie- en uitvalproblemen bij die drie grootschalige incidenten die ik noem. De poldercrash, aanslag in Apeldoorn, Koninginnedag en de ongeregeldheden op het strand van de Hoek van Holland. En wel in zodanige vorm dat dit voor de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken de aanleiding vormde om een expertgroep onder voorzitterschap van de directeur Veiligheidsregio Rotterdam in te stellen. Dus er was daar werkelijk iets aan de hand en wel met het systeem. En mijn vraag is aan u, ik kan me voorstellen dat je zo'n project blijft volgen. U was in 2009 weer gewoon Kamerlid geworden, heel duidelijk. Dat je dan zegt, ja, dit gaat niet goed. Ik heb iets opgeleverd in 2006 dat kennelijk niet werkt. Nou, dat beeld heb ik niet. En dat beeld hoor ik overigens, want zo af en toe kom ik nog wel eens een keer bij de politie of bij de brandweer weer. En dan krijg ik ook absoluut niet het algemene signaal dat het systeem niet werkt. Dus dat is ook de reden, dat vraagt echt even om een wat meer precieze formulering. Maar ik heb begrepen dat mijn opvolger hier ook nog verschijnt. Misschien dat u die vraag daar ook eens aan kunt stellen. Zeker, maar ik stel hem nu aan u. De expertgroep die stelt vast, dus de laatste keer dat ik het probeer, die concludeert dat de problemen een gevolg zijn in 2009... van een combinatie van technische problemen, dekkings- en capaciteitsproblemen, organisatorische systeemfouten, de overdracht van project naar de beheerfase kende gebreken en onvolkomenheden in het gebruik, onder meer onvoldoende kennis over etendiscipline en weinig gebruikte C2000-handleidingen. Dat spoort dus redelijk met wat ik net zei. Nou ja, u zei net dat het niet duidelijk was waar het aan lag. Het kan bij de mens zitten, dat wordt hier gezegd. Het kan een dekkingsprobleem zijn en kennelijk gaat het om het bij elkaar komen van die oorzaken. Het is een optelsom van zaken, waaronder dus dekkings- en capaciteitsfouten. Ja, maar dekkingsproblemen die kun je oplossen en volgens mij wordt daar nu ook aan gewerkt. En als er sprake is, kijk, en laat ik het digitaal communiceren. Is voor heel veel gebruikers een enorme aanpassing geweest ten opzichte van de analoge communicatie die gebruikelijk was. Vergelijk het maar eens even met, ik neem aan dat hier in de Kamer nog steeds wel leden rondlopen die gewoon nog net als ik zo'n oude Nokia hebben. Ik denk niet zo heel veel meer, maar gaat u verder? Daar is het mee vergelijkbaar. U zei dat het waren problemen die je kon oplossen. Nog beter waren natuurlijk geweest om die problemen te voorkomen. Kijk, daarom gaf ik zojuist ook aan. En dat heeft niet altijd bij iedereen op het netvlies gestaan. C2000 is een systeem wat nooit af is. Nooit af. Collega Van Menen. Daar had u het over en dat gaat ook precies mijn vraag over, want in 2006 is er opgeleverd. Nou, als ik bijvoorbeeld een huis laat bouwen en dat wordt opgeleverd, dan vindt er een schouw plaats. En dan is dat huis niet klaar voor oplevering, als blijkt dat er nog twee deuren in moeten, of dat de riolering nog aangelegd moet worden, of dat er nog een lekkage is. Maar wat is de achtergrond van het moment om te zeggen van nu gaan we het opleveren? Want wat u net zei, meen ik, en u herhaalt het eigenlijk, het is nooit af, maar het was op dat moment dus ook nog niet af. Nee, dat wordt ook in dat rapport gezegd. Sterker nog. Er is nog uh, een,
een onzekerheid ten aanzien van de dekking. En dat probleem los je dus ook niet op. Want je kunt met een vooruitziende blik voor pak een beet over 10 jaar... kun je nu niet zeggen waar over 10 jaar dekkingsproblemen zijn. Dus waar nog aanvullende zendmasten moeten worden opgesteld. Nou, ik meen dat andere punt, zeg maar het opleidingsniveau van de gebruikers, ja, dat is natuurlijk ook een groeiproces. Dus dat soort elementen zitten erin. En daarom zeg ik, het zal nooit helemaal af zijn, terwijl je op een gegeven ogenblik, want daar gaat in die strikte vorm, nee, laat ik het zomaar zeggen, dan is het veel meer een kwestie van onderhoud. Maar dan is het project wel in de kern afgerond. Dan is de regionale uitrol heeft plaatsgevonden, want dat is natuurlijk steeds een belangrijk punt geweest. Die was volgens mij voltooid in 2004. Je zult met de leverancier tot de conclusie moeten komen van nou, de projectfase is nu voorbij. En nu is vervolgens de vraag aan de orde hoe wij het systeem gaan onderhouden. Maar u zegt eigenlijk, we wisten op dat moment in 2006 dat er nog dekkingsproblemen zouden zijn. We wisten dat er nog niet gewerkt was aan, of volstrekt onvoldoende aan, scholing van de mensen om ermee om te gaan. Het gaat hier wel om de veiligheid, de dagelijkse veiligheid van mensen. Was het wel verantwoord om het toen op te leveren? Ja, maar die opleidingseisen had niks, of in ieder geval heel weinig, met een leverancier te maken. Nee, maar gaan we niet. Dat gaat om gewoon day-to-day het werk bij de regionale politiekorpsen, bij de brandweer, bij de ambulancediensten. Daar is overigens in een bepaalde fase, ter voorkoming van misverstanden, vrij veel in geïnvesteerd. Want dat was duidelijk dat dat een cruciale factor in het hele proces was. Maar u weet zelf, net zo goed als ik, dat je nooit kunt zeggen, nou is de opleiding voltooid. Nee, dat is waar. Daar blijven altijd onvolkomenheden in zitten en beter is altijd mogelijk. Maar wat in 2009 gebeurde, die 3 gebeurtenissen, die hadden ook in 2007 of vandaag plaats kunnen vinden. Mijn vraag is eigenlijk, met die kennis, die onder andere uit de gebeurtenissen van 2009, was het nou verantwoord om het in 2006 op te leveren? Ja, want voor zover ik, en daarom merkte ik dat zojuist ook op, toen dat rapport geciteerd werd, dat heeft iets te maken met die factoren die ik noemde. En die los je in het project in ieder geval nooit helemaal volledig op. Het dekkingsverhaal is daar het meest saillante voorbeeld van. Maar dat is ook het gebruikersgemak. En noem het maar even zo. Laat ik het zo maar zeggen. Bij een project waar zoveel mensen bij betrokken zijn en waar ook zoveel gebruikers zijn, daar ontstaat ook heel gemakkelijk, waarbij ik overigens die 3 voorbeelden van die incidenten die genoemd zijn, daar wil ik niets aan afdoen. Maar een deel van de beeldvorming rond het hele project C2000 heeft wel te maken gehad met wat ik zou willen noemen de wet van Klets. Die kennen we allemaal, maar. Nou, ik wil het graag nog even toegelicht hebben. Wat is de wet van Klets? Nou, ik refereerde net aan die heel veel betrokkenen. Ik heb eerder gerefereerd aan de onzekerheid en dat is een belangrijke bron van onvrede. Dus dat project dat kwam terecht en iedereen kreeg daar op een gegeven ogenblik wel een oordeel over. Er werd mij op een gegeven ogenblik, om even ter illustratie, nog het voorstel gedaan om eens na te denken over naamswijziging van het project. En dat had daar dus, dat had allemaal te maken met die beeldvorming die op een gegeven ogenblik ontstond. Van C2000 naar C2006 of zo? Nou, het was zelfs nog gekker. Maar u kent mij, in ieder geval de voorzitter kent mij voldoende om te weten dat ik voor dat soort symbolische interventies niet opensta. Amen.
Laten we het even, ik begrijp wat u zegt, maar daarom hou ik het graag even bij de dingen die u nu zelf zegt. Hè. U zegt eigenlijk in 2006 werd C2000 opgeleverd, terwijl we wisten dat er nog dekkingsproblemen zouden zijn. Ja, en mijn vraag voor de laatste keer, is dat nu verantwoord? Had niet eerst dat wel voor 100% afgedekt moeten worden? Nee, dat kan nooit. Want? Ik heb net gerefereerd aan het dekkingsprobleem. Ja, maar ik bedoel, en dat dekkingsprobleem is op dat loopt op dit ogenblik nog. Jawel. Dus dat ja, dus had nooit. De oplevering had dus nooit zo lang uitgesteld kunnen en moeten worden. Dat weet je. En ik verzeker u één ding. Ja, maar dat weet je. Ik weet dat niet. Ik verzeker u één ding. Dat als er na afronding van die nafase, waar de heer Ulenbelt net over sprak, dat is. Dacht ik de bedoeling dat dit jaar moet worden afgerond. Ik verzeker u één ding. Ook in 2014 is het niet afgelopen. Geeft u eigenlijk aan dat die oplevering wel moest, omdat het systeem wat oud was gewoon ten dode opgeschreven was? Dat speelde daar natuurlijk een belangrijke rol bij. En daar speelt ook de vraag bij, hoe lang willen wij het systeem wat af is nog als een soort back-up in de benen houden, met alle financiële consequenties die ook daar weer aan vast zouden zitten. En is dat probleem groter geworden doordat het project zoveel langer geduurd heeft? Dat heeft wel complicerend gewerkt, maar volgens mij ligt daar niet echt de kern van het probleem. Want het is uiteindelijk wordt de afweging gemaakt of het nog in de benen houden van het oude analoge systeem, of dat uit veiligheidsoverwegingen nog verantwoord is. En voor zover mij is bijgebleven, is het antwoord op die vraag wel steeds met ongemak ja geweest. Want in dat kader heeft u eerder daar iets over gezegd, is dat gegeven de lange tijdsduur van een project als C2000... komen er aan de basis nieuwe vragen op die adequaat van een antwoord moeten worden voorzien. En de aanpak is op dat punt niet altijd even adequaat geweest. Wat bedoelt u hiermee te zeggen? Dan zou ik het in de context moeten zien. Dat is in de context van het feit dat het project C1000 veel langer duurde. Ja, nou, dat was en in de context die u net schetst met een systeem dat ouder is, dat eronder ligt. Ja, maar dat is dus een kwestie van permanente weging. Net als wat natuurlijk iedere keer. Ik herinner mij, we hebben nog allemaal mooie kaartjes van wanneer is het verantwoord dat een regio uitrolt. Je wilt dat natuurlijk het liefst zo snel mogelijk. Maar het moet wel verantwoord zijn, gegeven de discussie over scholing. En gegeven de discussie over het realiseren van opstelpunten en alles wat daarmee samenhangt. Even die tekstexegese met u doen. U zei dus in dat algemeen overleg, collega Bruinslot citeerde het ook al, 25 juni 2003. Gegeven de lange tijdsduur van het project komen er aan de basis nieuwe vragen op. Ik lees dat als gewoon de mensen die daarmee moeten werken. Die adequaat van een antwoord moeten worden voorzien. En dat is niet altijd even adequaat geweest. Dus daar is, volgens mij staat er gewoon, en ik vraag aan u, zou u het bijvoorbeeld zo in Nieuwsport gezegd kunnen hebben diezelfde avond? Er is niet goed geluisterd naar mensen die er in de praktijk mee bezig waren. En dat is nou juist onhandig en onverstandig geweest. En volgens mij raakt deze opmerking aan datgene wat ik zojuist omstandig heb aangegeven, dat er onvoldoende goed gecommuniceerd is. Ja, en dus te weinig is geluisterd naar de mensen die we mee moesten werken. Ja, maar daar hebben we het over gehaald. Ja, oké, maar dat wou ik even verifiëren. En als het dan toch gaat over tekstexegese, u zegt op een ander moment, nee, op hetzelfde moment, diezelfde dag, er had wat meer accent moeten worden gelegd op de bestuurlijke en culturele kant van de zaak. Spreekt hier de Groninger dat wij hier in de Randstad moeten voor dat wat moeten lezen een heleboel meer? Ik ben blij te horen dat ik zojuist ongeveer hetzelfde gezegd heb als toen. Maar dus veel meer aandacht. Ik heb net omstandig aangegeven dat er in dit project weinig aan de voorkant is geïnvesteerd.
En dat er ook in communicatieve zin, had dat veel beter gemoeten. Daarmee zeg je volgens mij voldoende. En dat is een bevestiging van het beeld van, en wat de Rekenkamer ook had. Ja, maar goed, we hebben dit gesprek niet voor niks. We hebben het ook om van u te horen, mevrouw Fokker. Ja, ik zie dat u een checkje aan het rollen bent. Ja, want het wordt tijd. Nou, dat bepaalt de voorzitter. Nee. Maar u mag hem best rollen. Nee. Want ik heb namelijk straks andere verplichtingen. Prima. En ik heb aangegeven dat mijn eindtijd beperkt is. En daar wou ik wel graag aan vasthouden. We zullen proberen binnen een minuut of vijf af te ronden. Maakt u zich geen zorgen. Maar u mag hier niet roken in het gebouw. U mag hem wel rollen. In dit gebouw wel. Mevrouw Fokker. Ik wilde toch nog even ook met u terug naar die dekkingsgraad en het lopende proces. Want u had het ook even over gemeenteraden. Maar de keus die juist in dit proces is gemaakt, dat die opstelpunten, die waren eigenlijk allemaal nieuw. U had er ook voor kunnen kiezen om te zeggen van nou, er zijn al bestaande masten. Wij gaan daar iets bovenop zetten, zodat we bereikbaar zijn. En u zegt zelf al, doordat je opstelpunten nodig hebt, moet je langs gemeenteraden, want er is een vergunning voor nodig. En die masten mogen altijd overal staan, behalve in de buurt van de achtertuinen van mensen. Waarom is dan toch niet op den duur misschien de keuze gemaakt? Dekkingsgraad is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè? Op dit moment is dat ook weer actueel in het nieuws. Om dan te zeggen, van, nou, dan doen we al die opstelpunten niet in eigen beheer. Maar dan gaat dekkingsgraad ja, toch boven opstelpunten in eigen beheer. Ik heb er geen zin aan antwoorden op. Want die afwegingen die zijn in een eerdere fase van het proces gemaakt. En ik zou er technisch geen zinnig antwoord op kunnen geven. Daar moet u echt, denk ik, even in die fase van het project duiken. Of iemand die nauw betrokken is geweest bij die fase van het project om die vragen, om op die vragen een antwoord te krijgen. Nee, oké, maar dan hebben we het over het begin van het proces. Maar ergens ging u wel over het proces. En dan weet je als minister ook, we staan hier en hier. En nee. De dekking is zus en zo. En dan wordt u geïnformeerd. Dan had u ook kunnen zeggen, op dit moment is de dekkingsgraad niet groot. Dan wordt de minister denk ik ook geïnformeerd over hoe het zit met opstelpunten. Op dat moment kun je ook zelf als minister zeggen, ik vind de dekkingsgraad zo belangrijk dat ik nu de keus maak dat het ook op andere masten mag. Ja, maar of dat technisch had gekund, dat weet ik helemaal niet. En in die fase van het project was er volgens mij sprake van, dat was de inschatting van de dekking van 400 à 500 opstelpunten. Maar dat doe ik even uit mijn hoofd. En daarnaast liep natuurlijk die discussie waar ik zojuist aan refereerde over binnenhuisdekking. En dat was al een ingewikkelde discussie in zich, kan ik u wel verzekeren. U gaf zo net aan dat het project u ook verschillende lessen heeft geleerd. Wij proberen hier als commissie ook lessen uit te trekken. U zei dat is onvoldoende geïnvesteerd in de voorkant van het traject, gaf u als eerste les aan. En het tweede dat er ook onvoldoende bewustzijn was van het belang van de gebruikers en ook een slechte communicatie. Meestal komen alle goede dingen in drieën. Zijn er behalve deze twee lessen nog een derde les die u eruit heeft getrokken? Ja, ik denk dat dat heeft te maken, maar dat hangt ook weer samen met communicatie. De financiële afspraken waren gewoon met de werkvloer, met de regio's, niet goed. En daar ontstaat discussie en daar ontstaat onzekerheid. Dat was onvoldoende transparant. En dat is dus een van de punten waar je aan de voorkant gewoon meer, bij dit type ingewikkelde projecten, waar je aan de voorkant meer energie in moet steken. Het zijn de drie lessen die u aangeeft, zijn ook lessen die uit ons onderzoek komen. Voor ons zit er ook nog een vierde les aan vast. En dat keuzes in technisch ontwerp ook echt tot problemen in de beheerfase hebben geleid. Ik verstond dit. De keuzes in het technisch ontwerp hebben tot problemen in de beheerfase geleid. Met andere woorden, de keuzes die in het begin van het proces zijn gemaakt, veroorzaken nu voor een deel dat er veel geld kwijt is in de beheerfase. Dat zou best kunnen, hoor. Dat zou best kunnen.
Ik kan dat niet overzien, maar dat sluit ik niet uit. Dat is natuurlijk, dat is wel aardig, want de afgelopen jaren, en dan spitst zich dat meestal wat toe op de harde infrastructuur, maar dat is misschien ook wel heel goed toepasbaar op dit soort projecten, dat ontwerp, bouw en onderhoud ook steeds meer via innovatieve aanbestedingsprojecten samen in de markt worden gezet. En dan zit er dus een automatische motor in om dat veel geïntegreerder te bekijken. Dan is het ook goed om naar de toekomst te kijken. Welke drie aanbevelingen zou u aan ons als commissie doen voor ons eindrapport? Wat moeten wij er in opschrijven als het gaat om het verbeteren van de beheersing van ICT-projecten bij de overheid en natuurlijk ook hier in de Tweede Kamer? Een paar zijn al over tafel gegaan. Dat is in de eerste plaats wat mij betreft en dan breed. Professioneel aanbesteden. Dat is in de tweede plaats heb heel goed op het netvlies wat de communicatie-eisen zijn die want het project, en dat moet ik dan wel zeggen, is ook nog wel eens beoordeeld. Maar dat is in de kern ook een extern communicatievraagstuk. Vanuit de vraag dat hier vanuit Den Haag alles bepaald kan worden. Dat is ook een groot misverstand. U weet dat natuurlijk allemaal wel dat dat niet zo is. Maar we, de decentrale overheden, relatief zelfstandige hulpverleningsdiensten, daar kun je mee in gesprek. Dat moet je ook doen. Je kunt daar afspraken mee maken, maar je kunt daar in absolute termen kun je daar niet op sturen. Met andere woorden, een deel van het kostenplaatje wordt decentraal bepaald. Dat heb je hier in Den Haag helemaal niet in de hand. Dat was zeker toen nog zo, toen er nog 25 zelfstandig beheerde politiekorpsen waren. Dus dat soort noties in de beoordeling van trajecten of van projecten en vooral ook voor een beetje een genuanceerde beoordeling, dat is ook wel van belang. Omdat dat ook van belang is voor het totale beeld waar zo'n project mee wordt geconfronteerd. En er is wel, en dat is ook een van mijn commentaren wel op het rapport van de Rekenkamer hoor, want daar wordt die suggestie ook in feite nog heel sterk in de lucht gehouden, dat je integraal financieel kunt sturen. En is een van de belemmeringen voor het integraal financieel sturen op dit soort trajecten toch het Huis van Thorbecke? Ja, ik beschouw dat overigens niet als belemmering. Je kunt het ook zien als voldoende counterfeiling power. Dat is wel eens lastig, maar biedt ook bestuurlijk bepaald voordelen, mits het maar bestuurlijk op een goede manier wordt aangepakt. En dat heb ik zojuist aangegeven, dat is niet in alle opzichten het geval geweest. Want het Huis van Thorbecke, je weet de ingewikkeldheid van het huis, je weet ook in welk ingewikkeld speelveld je dan terechtkomt. En dus moet je ook weten dat er op een hele goede manier met de medespelers in het Huis van Thorbecke, met de medebewoners in het huis moet worden omgesprongen. En als je, en als je dat niet goed doet, ja, dan ontstaan er dus fouten. En sluit dat ook aan bij de opmerking die u eerder maakte, dat je dan ook sterspelers nodig hebt binnen het ministerie om ervoor te zorgen dat dat project goed beheerst wordt? Het beheer, daar heeft het niet zozeer op betrekking.
Het gaat mij om voldoende kennis over de aanbesteding. Voldoende tegenspel kunnen bieden ten opzichte van marktpartijen. Daar gaat het mij om. Nou, we zijn aan het eind gekomen. Sorry dat we u iets langer hebben vastgehouden dan wat u als eindtijd had aangegeven. Ik moet nog één ding eventjes van het hart. U betrok zo massief de stelling dat we niet bij u moesten zijn als het ging om uw staatssecretaris Hessing. En dat, daar haalde u het staatsrecht bij en nu we het toch ook even over Thorbeck halen. Nog eventjes citeren uit het handboek van het Nederlandse staatsrecht van Verpot. Artikel 46 grondwet drukt het zo uit dat de staatssecretaris uit hoofde van zijn optreden verantwoordelijk is, citaat, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister, einde citaat. En dat betekent onder andere ook dat de minister zich tegenover de Kamers niet achter de staatssecretaris kan verschuilen. Nou, dan is de praktijk... Dan geef het even mee. Ja, maar als dat de werkwijze van de Kamer wordt, dan wens ik u heel veel succes. Dit is, zoals de grondwet wordt uitgelegd... Ik zeg, als dit de werkwijze van de Kamer wordt, heel veel succes. Nou, wij vinden dat het op zich niet onredelijk is om aan een minister ook vragen te stellen over de periode dat zijn staatssecretaris, die eerst verantwoordelijk was, politieke besluiten heeft genomen. En dat lijkt mij geen onredelijke stelling. Maar misschien kunnen we daar op een ander moment nog een keer van gedachten over wisselen. Dat moment komt er nog zeker, maar dan zou ik, als u dat wilt, dan zou ik u dringend adviseren om vooral de goede volgorde aan te houden. Eerst de staatssecretaris en daarna de minister. Ook dat kan in dat gesprek worden betrokken. Ik dank u zeer voor uw aanwezigheid en ik sluit de vergadering.